Mijn naam is Priscilla Rendon, ik ben trader bij Manuchar en ik ben verantwoordelijk voor de sales van chemicaliën en meststoffen in Centraal-Amerika. Het is een heel dynamisch beroep. Mensen denken meestal aan de beurs, maar wij werken met grondstoffen, zoals bijvoorbeeld staal, polymeren, hout en chemicaliën. Dat zijn eigenlijk grondstoffen die fabrieken gebruiken om te produceren. Als ik het in één zin zou moeten omschrijven, dan zou ik zeggen dat het het matchen is van vraag en aanbod. Wij krijgen bijvoorbeeld een bepaalde aanvraag van de klant en we gaan het zoeken in heel de wereld bij verschillende leveranciers. Dus een deal afsluiten is eigenlijk maar het begin van een heel complexe logistieke keten. En er komt veel bij kijken. Dus bijvoorbeeld de goederen verzekeren, transport van de goederen, de financiële instrumenten die gebruikt moeten worden, enzovoort. Een van de competenties die je zeker nodig hebt, is de commerciële feeling. Een trader is geen pure B2B-verkoper. Omdat men met mensen onderhandelt die aan de andere kant van de wereld zitten. En daarvoor is het heel belangrijk dat men de cultuur begrijpt. Mijn markt is Centraal-Amerika en daar is het heel belangrijk dat je sociaal bent, dat je je openstelt, zodat jij een vertrouwensrelatie kan opbouwen met de klanten. Andere belangrijke eigenschappen zijn bijvoorbeeld zelfstandig zijn, uiteraard ook proactiviteit. En ook talenkennis is ontzettend belangrijk. Je moet kunnen communiceren in de landen waar je actief bent. En daardoor switch ik constant tussen Nederlands, Engels, Spaans. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo le va? Lo estoy llamando por la licitación de fertilizantes. Quisiera saber qué le pareció nuestra oferta. Wat ik leuk vind aan de job is het internationale aspect. Ik bezoek mijn markt ongeveer 5 keer per jaar. Voor minstens 2 weken. Ik zie zowel klanten als collega's. En die collega's die nodigen me soms uit in het weekend voor dingen samen te gaan doen. En een aantal van hen zijn zelfs echte vrienden geworden.